Met nog één speelronde te gaan bezet Hurley de laatste plek in de Rabo-hoofdklasse. Door de zegen van SCSC en de eigen 2-1 nederlaag bij Kampong volstaat zondag slechts een overwinning op datzelfde SCSC om directe degradatie te ontlopen. En dat is balen voor de Amsterdammers, zeker gezien de kansen die het kreeg tegen Kampong. Een 1-0 achterstand werd na de pauze weggewerkt en er kwamen veel kansen op meer. Maar die gingen er niet in. En dus is na afloop de teleurstelling bij coach Bas Bruin groot. Ja, dat is het. We hadden natuurlijk de laatste 5 minuten wie is van 3 kansen gehad op de overwinning. Dus dan is het alles of niks, weet je, vlak voor de goal. Dus het zat erin. Dus inderdaad teleurstelling, ja. Ja. Zoals jullie speelden de tweede helft, dat moet dan wel weer vertrouwen geven, denk ik ook. Nou, dat hebben we net ook gezegd. Weet je, we hebben het allemaal in eigen hand. En in feite deze wedstrijd ook. Op het moment dat je zo speelt zoals we de tweede helft doen ten opzichte van de eerste helft. Weet je, dan hebben we gewoon een kans om een goed resultaat te halen. En dus hebben we zondag ook weer vanuit moeten gaan. Dus daar hebben we wel vertrouwen in. En zondag wacht dus SCAC, dat de ene laatste plek bezet. Het belooft dan ook een spannende ontknoping te worden. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Ja, het zat eraan te komen natuurlijk. Mooi volle bak. De dames spelen play-offs. Dus ik denk dat het hartstikke druk is. En de winnaar blijft erin, de verliezer degradeert. Dus inderdaad, mooi affiche. De komende paar dagen, wat ga jij nu doen met deze ploeg? Nou, we gaan morgen even rustig trainen, rustig wat eten met elkaar. En eventjes deze wedstrijd verwerken. Ook even verwerken dat er wel in zat. Maar dat we dat niet thuis kunnen brengen. En dat zondag weer gewoon een wedstrijd op zich is. En dat in feite weer hetzelfde op het spel staat. Maar nu met geen enkele ontsnapping meer. Dus ja, dat gaan we morgen eens even bekijken hoe dat gaat. Wordt het dan een wedstrijd lang press spelen eigenlijk? Nou nee, ik denk niet dat je dat volhoudt. Ik denk wel dat enig opportunisme wel nodig is om in die wedstrijd resultaat te halen. Maar wij zullen ons eigen spel spelen en daar hoort opportunisme ook bij. En dat zal dus het eind van de wedstrijd, zullen denk ik de vonken eraf vliegen. Op het moment dat het dan nog dicht bij elkaar zit. Maar ik denk wel dat gaat gebeuren. Dus wat dat betreft, we zullen zeker een deel van de wedstrijd vol press spelen. En vol voor het resultaat gaan. Het komt eigenlijk maar op, ja, als je het zo terugkijkt, op één dag nu aan nog. Dat is heel raar eigenlijk, na zo'n seizoen. Ja, inderdaad. Ja, het komt op één dag aan. Ja. Het is maar net hoe goed je dan bent. Nou, precies. Het is hoe goed wij zijn, hoe goed de tegenstander is. En wie het meeste vertrouwen heeft in een goede afloop. En wie het meest uitgaat van zijn eigen ding. Nou, dat gaan we doen. Zondag rond de klok van 4 uur zullen we weten wie direct de degradatie heeft weten te ontlopen. SCAC of toch Hurley.